de Bob overleed. Ze is 14 geworden, wat een hele mooie leeftijd is voor een bokser, zeiden wij tegen elkaar. We moeten eigenlijk geen nieuwe meer nemen, want ja, we willen ook af en toe een midweekje weg. Tot we een Facebookpagina zagen met bokserbaasjes die af en toe een logeeradresje voor een hond zoeken. En dit is Droppie. Is al eerder in de vlog geweest. En ze is weer een, hij is weer, zit er wel Bob een beetje in, hij is weer een weekendje bij ons. Daar zijn de mensen thuis. Ja. En jij vindt het wel gezellig hier, hè? Kijk, een kusje. Een kusje. Goed zo. Ja, lief. We zijn gearriveerd bij de Sprengen. Dat zijn hele kleine snelstromende riviertjes waar Droppie straks heerlijk in gaat plassen en gaat spetteren. En dingen doet die een hond nou eenmaal doet. Heerlijk. Ja, Droppie. Ja. Het is een beetje nat geworden. Maar ja, dat hoort erbij natuurlijk als je naar de Sprengen gaat. Ja. Ik denk dat het baasje van Droppie geen bladeurblower heeft, want Droppie reageert daar heel merkwaardig op. Kijk maar. Oh, 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 oh. Hey, je vindt het wel fijn zo. De vlog heeft te maken met een situatie en een nieuwe bril. Mooi, hè? Boven in de nok van ons huis zit een zwaluwnest. Die beestjes komen ieder jaar weer terug, vliegen naar Afrika en komen dan weer helemaal hier naar Radio Kootwijk om een nestje te maken. En ieder jaar gebeurt er wel een klein ongelukje en dit jaar ook weer. Er is een heel klein, heel jong zwaluwtje uit het nest gevallen, een beetje naar beneden gefladderd en hij heeft het overleefd. Maar hij is er niet best aan toe. En het leuke in Nederland is dan dat je de dierenambulance kan bellen. En die komen nog ook met een hele kleine couveuse. Zodat het zwaluwtje naar het vogeltjesziekenhuis kan en daar behandeld kan worden. En een lang en gelukkig leven leidt. Ik geloof dat ik de ambulance al hoor. Mini-kruikjes. Nou, we hebben flesjes met warm water gevuld. Dat zijn een soort mini-kruikjes, want de couveuse is er niet meer. Dat die lekker warm wordt op weg naar het vogeltjesziekenhuis. Dat hij niet fladdert. Ja. Nou, het vogeltje Pietje is op weg naar het dierenziekenhuis. Dus dat komt hopelijk goed. Op naar de volgende uitdaging, want zo'n dag is het. We hebben gras, we hebben heel veel gras. En een uitdaging als je in het bos woont is dat er engelingen en eemelten onder kunnen zitten. Dat zijn kleine wormpjes die de wortels van je gras opeten. Met als gevolg bruine plekken en een lelijk gazon. Daar is gelukkig wat aan te doen, alleen stinkt het enorm. Het is een knoflookgoedje, dat meng je met water. Als je het open doet dan, ik denk ze twee dorpen verderop ruiken. Daar doe je een beetje van in het water. Klein scheutje. In de gieter. Water erop en dan over het gras. En daar houden die engelingen en eemelten niet zo van. Die slaan op de vlucht. Hopelijk helpt het. Ben je langs de visagie geweest, Arjo? Ja. Dit is Arjo, hovenier van de sterren. Het is weer een nieuwe dag. Het is 's ochtends 10 uur. Het is nu al lekker warm. En Arjo is in de vijver. Hij heeft thuis een zwembad, dus ik begrijp niet helemaal waarom hij dat hier doet. Hij komt in zijn pak en dan gaat hij de vijver in. Dat doet hij af en toe 's ochtends. Nee, alle gekheid op een stokje. Dan drijft het een en ander in de vijver. En Arjo is dat er aan het uithalen, want hij gaat altijd voor perfectie. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Wij zijn even de plantjes aan het verzorgen. Wat doen de waterplanten op dit moment? Met dit mooie weer hebben de waterplanten ook last van de zon. En het fonteinkruid gaat ook een soort zonnebrand afstaan of afstoten om zichzelf te beschermen tegen de zon.
Alleen dan krijg je door de warmte krijg je wel een beetje dode planten, plantresten ertussendoor. En die ben ik nu aan het verwijderen om ze gewoon continu lekker licht te geven. Maar dat gaat super zo en de vijver is net een aquarium, Jan. Het is net een aquarium. Beetje zachtjes praten, want terwijl Arjo in de vijver bezig is, doe je als kipje natuurlijk even een tukkie in dat mooie weer. Even de vleugels spreiden in het zonnetje. Wel light hoor, dit dat je niet aan de calorieën zit. Achter de camera zit Bojan. Dat is een van mijn vervangers bij het ontbijtnieuws. Ik ben daar nu 2 maanden weg en het leek ons wel een goed idee om even lekker samen te gaan lunchen. Moet bekennen, in het begin durfde ik niet te kijken 's ochtends. Wie zijn die mensen in mijn studio? Maar inmiddels durf ik dat wel en Bojan doet het heel erg goed, vind ik. Net als Mike. En we praten even bij vandaag. Nou Jan, er vallen nu enorme stiltes natuurlijk op de redactie. Dat kan je wel begrijpen. De humor is totaal verdwenen. Het is een doodsaaie bedoeling. Dat kan je je wel voorstellen. Nee, natuurlijk niet. Het is nog steeds hartstikke gezellig. En het gaat met de kijkcijfers gelukkig ook nog hartstikke goed bij het ontbijtnieuws. Je denkt dan, ja, zou iedereen, ieder kijker ook met pensioen gaan als Jan met pensioen gaat. Maar dat valt gelukkig nog wel mee. Dus dat is heel positief en er komt natuurlijk een nieuwe presentator aan. We gaan het programma wat, hoe zou ik het zeggen, opleuken in hoeverre dat natuurlijk nog mogelijk is. Dus het wordt alleen maar beter. Nou Bojan, we zijn tenslotte even met de koffie in de vlog. En om het verschil te laten zien. Dit is mijn calorie en dit zijn calorieën. Ik kan het hebben, laten we het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ik heb ingediend waard. Genoeg ruimte voor. Genoeg ruimte. En heel leuk, er zit een boompje op mijn cappuccino. Nou, als het nou ook nog lekker smaakt. Bonita. We zijn in Gent. Het voordeel van als je met pensioen bent, dan kan je, wat Koen en ik tegenwoordig doen, kleine tripjes maken van een paar dagen. We gaan op zondag weg en dan gaan we woensdag weer terug. En dit keer is het dus Gent in het prachtige weer. Het is nu nog lekker. Later in de week wordt het gewoon 30 graden, maar het is heerlijk nu. Mensen zijn lekker buiten. We gaan zo een drankje doen op het terras. En ik laat wat leuke plaatjes zien van Gent. Kortom, de vlog is er live bij. Gaan zitten in de bloedhitte. Dat scheelt toch een graad of 5 als je onder zo'n mooie beuk gaat zitten. Ik heb aan het eind van de vlog jullie vragen verzameld en die gaan bijna allemaal over mijn pensioen, of ik nog leef en hoe het gaat en dat soort dingen. Carla vraagt, heb je inmiddels je draai gevonden? Ja, dat denk ik wel. Bovendien, pensioen. We hebben het heel erg druk met de trainingen. Ik ben bezig met de opname van een televisieprogramma, Jan houdt huis. Voor TV Gelderland, maar wel in heel Nederland te zien. En dat wordt erg leuk. Ik mag gaan kijken in heel bijzondere huizen bij mensen en met die mensen praten. Zo heeft in Beekberg iemand een eigen meer en daar een heel mooi huis overheen gebouwd in een soort druppel. Ik ben in een kerk geweest en in een kasteel. Vanaf eind augustus op TV Gelderland, maar dus in het hele land te zien. Dus ik blijf wel bezig. Evert vraagt, hoe is het met Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan? Evert is de man die uit Tiel het haantje dat toen net geboren was hier naartoe bracht toen Foppe overleden was. En Hendrik is inmiddels helemaal de baas over de kipjes. Het is een heerlijk roedeltje en het is een geweldig haantje. Heel erg leuk. Hij kraait alleen een klein tikkie vals. En dan vraagt Herauton, als ik dat goed uitspreek nog, wat doe je als dingen misgaan? Bijvoorbeeld toen ik nog het ontbijtnieuws deed of in de vlog. Gewoon vertellen wat er gebeurt. Mensen meenemen in wat er aan de hand is en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dat was het voor deze keer. De volgende keer is het een beetje spannend. Dan ga ik met een nieuwe camera werken, een echte vlogcamera. Dus ik zeg tot dan.